Maandag is er begonnen met de sloop van de opvallende Blauwe Luifel bij het stadhuisplein in Vechel. Het college van BMW van Meijerijstad heeft besloten om de strook tussen de weg en het parkeerterrein aan te passen. Dit is de laatste schakel in de voltooiing van de Rode Loper tussen het busstation en het centrum van Vechel. De Rode Loper is onderdeel van het Masterplan 2030 Vechel Centrum. Deze voetgangersroute tussen het centrum en het busstation krijgt een groene uitstraling door aanplant van lindes langs de weg en meerstammige berken langs het parkeerterrein. Er ontstaat als het ware een groene corridor. De geparkeerde auto's op het stadhuisplein zijn straks door de nieuwe aanplant minder prominent in beeld. De Blauwe Luifel verkeert in een slechte conditie en wordt als eerste gesloopt. De sloop zal enkele dagen duren en hiervoor zijn de parkeerplaatsen direct langs deze Luifel enige dagen niet te gebruiken. Het doorgaand autoverkeer zal nauwelijks hinder ondervinden. Het totale werk zal naar verwachting circa vijf weken duren. Dit is mede afhankelijk van het weer.